Ongeveer 600 NS-conducteurs die aangesloten zijn bij de FNV hebben vandaag actie gevoerd voor meer personeel op de dubbeldekkertreinen. Ze controleren vandaag geen kaartjes en vragen reizigers om steun middels een handtekening. De NS wil op de dubbeldekkers niet twee, maar één conducteur laten rijden. En dat is onveilig, zeker gezien het toenemende aantal geweldsdelicten. Vorig jaar een paar pittige geweldsincidenten, met name in Hoofddorp, sprong er echt uit. Wat is daar gebeurd? Ja, er is een conductrice toch wel echt helemaal toegetakeld. En naar aanleiding daarvan is politiek, NS en vakbonden zijn om tafel gegaan en hebben afspraken gemaakt op gebied van personele bezettingen op late treinen. Om de veiligheid te verbeteren zou de NS 140 extra conducteurs inzetten. Maar die worden nu juist van de dubbeldekkers weggehaald. En dat is tegen de afspraken in. Vreemde keuze. Personeel is toch, die zegt nu toch een keer, ho, dit gaat de verkeerde kant op. En dus werd er vandaag actie gevoerd, publieksvriendelijk. Er werden geen treinkaartjes gecontroleerd, al heeft het publiek daar weinig van gemerkt. Nou ja, dat wordt best wel vaak niet, voor mijn gevoel niet gecontroleerd, dus het valt niet op. Ik reis heel weinig, ik ben niet gecontroleerd, maar als ze komen dan heb ik mijn kaartje gewoon klaar. Dus ik reis te weinig denk ik om dat een beetje goed in te schatten. Dus je hebt niets gemerkt van de actie eigenlijk? Nee, helemaal niks. De actie viel niet op, maar de reizigers hebben wel begrip voor de roep om meer veiligheid. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk, je ziet, als je s'avonds laat inderdaad met de trein gaat, dan zie je inderdaad wel eens mensen waarvan je denkt van, nou, moet dat nou wel? Ja. En mensen onder invloed in de avond, dat zie je dan altijd nog mensen met bier zitten of zo. Dan denk je, dat kan fout gaan. Gaat u die kaart tekenen? Gaat u ze steunen? Ja, ik ga ze zeker steunen. Ja, absoluut. Ja. Ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het wel doen. Ja, ik ook.